Het is een mooie dag om te fietsen en dit is een mooie plek om te vertrekken. Het Klokgebouw in Eindhoven als vertrekpunt voor de Ster ZLM Tour. Voor een enkeling een thuiswedstrijd. Onder andere Stef Clement, Lars Boom en Koen de Kort van Argos Shimano, die in de teambus door zijn Duitse ploeggenoten nog eens subtiel aan de nederlaag van Oranje wordt herinnerd. Koen de Kort dus uit Liemde. Zondag komt de koers door zijn woonplaats. Ja, ik denk dat het toch altijd voor iedereen wel speciaal is. Op je eigen trainingsroutes. We rijden over de wegen, denk waar ik mijn eerste fietstocht maakte op zondag. Dus dat blijft natuurlijk sowieso speciaal. Thuis geslapen vannacht? Nee. Vanwege UCI-regels moet je in het hotel slapen. Dus ik ben mooi bij de ploeg geweest. Dus samen met de ploeg het voetbal kunnen kijken. Dan voel je me aankomen met twee Duitsers in je team. Zijn er doden gevallen? Nou ja, klappen gevallen. Nee, ja, helaas is een van die Duitsers dus een beetje de grootste en de breedste in de ploeg. Dus er valt weinig tegen te beginnen. Hij kwam met een Duitse vlag binnenlopen waar 100 Nederlanders zaten. En eigenlijk zei er niemand iets. Volgens mij is iedereen bang van hem. En dit is die grote Duitser, Marcel Kittel, een van de uithangborden van de Ster ZLM Tour. Een sprintersfestival gaat het worden, want wat te denken van deze man, Mark Cavendish. De regenboogtrui heeft zijn skytrein meegenomen. Zo is de absolute sprinttop naar Brabant gekomen als preparatie op de Tour de France. Een klimmer die gaat naar Zwitserland en de sprinter zoekt een wedstrijd dicht bij huis waar hij toch zijn kilometers maakt, zijn sprints kan aanscherpen, de treintjes kunnen uitgeprobeerd worden en daar is onze wedstrijd ideaal voor. We are here with the best sprint team and we want to try how it works out in the end. And if it doesn't work out today, okay, then there are a few more chances, but our highlight is definitely the Tour. And we want to be good there. And so this is the last race where we can practice and where we can try a few things. Ja, absoluut. Het is, voor ons is het natuurlijk wel ook nog, zoals je zei, generale repetitie. Het is niet noodzakelijk dat we hier winnen, maar ja, het zou natuurlijk voor de Tour de France wel heel erg fijn zijn als dat zou lukken. Klokslag 1 uur. Het peloton in gang geschoten voor de eerste rit naar Geleen. 151 kilometer over vlakke wegen. En dat kan dus maar één ding betekenen. Een massasprint. En in die eerste rit zien we wat we altijd zien in dit soort etappes. Vier vroege vluchters. Rens de Stroet, Sven van Doeselare, Jeffrey Wiersma en Jesper Schipper, de namen. Een kwartet dat maximaal 6 minuten voor het peloton mag uitrijden. Het peloton waar Lars Boom goede zin heeft. Waar de Duitser Kittel naast Kenny van Hummel rijdt. En Jaan van Hummel heeft gisteren ook tv gekeken. Juist, het was een langzame opmaat naar de sprint, want het viertal werd in de kraag gegrepen. En dan is het afwachten wie de snelste is. Iedereen gokt op hem, Mark Cavendish. Maar er liggen kabels op de kust. De treintjes worden geformeerd. En let dan goed op, want zo gaan we het straks ook in de Tour de France zien. Argos Shimano met Koen de Kort is hier om te oefenen. Marcel Kittel heet de troef. En in die sprint laat Kittel het zien. Links dendert hij het beeld in. Hij is de snelste in Geleen en zegt hier tegen Cavendish, let op vriend, straks in de Tour. Want ik kan je erop leggen. Een verrassing. Kittel 1, Renshaw 2 en Cavendish 3. I think it was not only a German win. I have to be honest, it was a very nice teamwork. The boys worked really, really good. And I didn't expect it. And yeah, it's really nice that we showed such a nice teamwork that we're always in position. And I have to say a big, big thank you to my team. Zo krijgt een Duitser in Nederlandse dienst de eerste leidersrij omgehangen. Morgen staat Kittel in het geel in de rit met start en finish in Schimmert. En ook die etappe is morgen te zien in het Ster ZLM-journaal. Tot dan!